Een VAP-topper en ex-minister Stanley Ragubarsingh heeft gisteren tijdens de persconferentie van de partij een economische groei van 1% voorspeld. Hij stond echter ook stil bij de beoordeling van het internationale kredietbeoordelingsbureau Standard & Poor's. De beoordeling die aan Suriname is toegekend is rating B, Outlook Stable. Dat houdt in dat het land in staat is om zowel aan zijn nationale als internationale financiële verplichtingen te voldoen. Tevens zijn de vooruitzichten bijgesteld van negatief naar stabiel. De 1% groei is wel een lichtpunt, maar de politicus wijst erop dat Suriname tot 2015 een groei van 5% kende. In 2015 en 2016 dropte deze groei zelfs naar -8% en -11%. We zijn nu terug naar ongeveer 0% en we gaan de komende jaren groeien met 1-2%, niet meer. Dat is dramatisch laag. En dat komt omdat wij met een schuldenlast zitten die gigantisch groot is en groeit. Die schuldenlast bij de overheid alleen al heeft schulden in het buitenland, dus niet de binnenlandse schulden, in het buitenland, op dit moment van $1,6 miljard. En die schuld groeit elke maand, de afgelopen maanden, met $20 miljoen per maand. Die groeit. Het is dus niet zo dat de begroting stabiel is. Het is zo dat onze schuld maandelijks de afgelopen maanden met $20 miljoen per maand groeit. Door de schuldenlast kan Suriname geen beleid maken, zegt Ragubarsingh verder. De schuldenlast betekent ook dat Suriname middelen moet uitgeven aan de schuldeisers in het buitenland, met het gevolg dat diensten en goederen in eigen land niet kunnen worden betaald. Er is geen ruimte om beleid te voeren. Dat maakt dat die economische groei op 1-2% zal blijven hangen, niet alleen in 2018 en 2019, maar ook de jaren daarna. Zolang die schuld op 80% blijft, zal dit het beeld blijven van onze Surinaamse economie. Bij de centrale bank is er redelijke stabiliteit ontstaan. We zijn daar blij om, omdat dat heeft geleid tot stabilisatie van prijzen en koersen. De situatie is niet rooskleurig, ook daar niet. De centrale bank meldt dat er een reserve is opgebouwd van $444 miljoen op dit moment. Maar tegelijkertijd heeft diezelfde centrale bank een buitenlandse schuld van $359 miljoen. Als je dat van elkaar aftrekt, is de werkelijke, wat werkelijk over is, is $85 miljoen. Hallo Stanley Ragubarsingh van de VAP, gisteren tijdens de persconferentie van zijn partij. Hij sprak over de economische vooruitzichten van Suriname.